Hallo allemaal, wie je ook bent en waar je ook bent. Mijn naam is Juri Amnil en welkom hier bij Kompas Verhalen, een platform waarbij we op zoek gaan naar verhalen die richting geven aan ons leven. Films, boeken, series, liedjes, persoonlijke verhalen, biografieën. Wat je zometeen gaat horen is een gesprek die ik samen met Frank van der Zee heb gevoerd in januari 2019, naar aanleiding van de film Bohemian Rhapsody. Wij vonden dat een mooie aanleiding om gezamenlijk te gaan praten over een gemeenschappelijke obsessie die we samen hebben, namelijk de band Queen. Van jongs af aan zijn we samen beide al fan. En we hebben een top 10 gemaakt, afzonderlijk van elkaar, en die hebben we aan elkaar laten luisteren en met elkaar gepraat over waarom wij dit liedje zo mooi vinden, wat het voor ons betekent en waarom we het liedje zo mooi vinden en wat het voor ons heeft betekend. We praten erover en luisteren het liedje. In deze afspeellijst zul je telkens het lied horen en vervolgens het gesprek daarover in kleine stukjes opgedeeld. Zo word je helemaal meegenomen in de ervaring die wij die avond hebben gehad. We beginnen straks met Bohemian Rhapsody, die we besloten hadden, aangezien die altijd overal aan de toplijst staat en wordt gezegd dat dat het mooiste nummer ooit gemaakt is, of in ieder geval van Queen. Daarover kun je natuurlijk discussiëren, maar we vonden van, nou ja, die mag niet meedoen met onze verkiezing. Dus daar beginnen we mee. En daar gaan we alsnog over praten. Ik zou zeggen, veel plezier. Als je reacties hebt, stuur een mailtje naar kompasverhalen@gmail.com. Ik zou zeggen, veel plezier en geniet ervan.